ga je nu laten zien wanneer u een tweespan tuig gekocht heeft, combinatietuig, om die om te bouwen van een tweespan naar een enkelspan en welke artikelen daarbij nodig zijn. We gaan beginnen om de conweergespen los te halen en eraf te halen van een tweespanschofje. Dat geldt natuurlijk voor beide kanten. Even de borst losmaken van de strengen. De conwee gaan we eraf halen. Met eventueel dat singeltje wat aan de conwee vast zit. Dan pakken wij de lichtogen. Die maken we aan hetzelfde schofje vast. Dat geldt natuurlijk voor beide kanten. Dan gaat de riem naar beneden gaat door het metalen passantje heen op het schofje. We bevestigen het buitensingeltje daaraan vast. Die gaat tevens naar de andere kant toe. Langs de onderkant. Dan gaan we de strenge draadjes eraf halen van het tweespantuig. En die gaan we vervangen door een enkelspanbroek. De enkelspanbroek wordt standaard geleverd met twee lenderiemen. Deze lenderiemen halen we door de staartriem heen. Daarnaast zitten op het enkelspanbroek tweemaal losse broeksriem en strenge dragertjes die dan weer de strengen omhoog kunnen houden. Als de broek vastgemaakt is, dan kun je in principe de strengen terug aan het borsttuig vastmaken door middel van de strengendrager naar het borsttuig toe, waar de veiligheidssluiting zit, wordt die weer opnieuw vastgemaakt. Natuurlijk halen we ook de disselriemen eraf, want die zijn bij het enkelspantuig ook niet nodig. En als laatste vervangen we de leidsels van tweespan naar enkelspan. Heeft u verder nog vragen, adviseren wij u naar onze dealers te gaan of even te kijken op www.ideaaltuigen.nl.